Gaat uw gang. Ja, dank u wel. Dank u, voorzitter. We zwemmen langzaam maar zeker verder en verder een vuik in. Dit wordt onze tweede coronawinter. En alle, ik herhaal, alle indicatoren staan in vergelijking met een jaar geleden op rood. De zorg staat op instorten. Er wordt zelfs gesproken over een zorginfarct. Het aantal uitgestelde operaties is toegenomen. Jongeren zijn door de uitzichtloze situatie massaal depressief geworden. En, het allerergste, de samenleving is enorm gepolariseerd geraakt, omdat het kabinet ervoor gekozen heeft de ongevaccineerden als zondebok aan te wijzen voor het eigen falen. In scholen, op de werkvloer en zelfs binnen families zijn diepe scheidslijnen getrokken. En waarom? Om de zorg te ontlasten? Maar de zorg wordt, Kuipers zei het vandaag zelf nog, deze winter zwaarder belast dan vorig jaar. Om levens te redden. Maar de oversterfte is op dit moment met een groot deel van onze bevolking gevaccineerd groter dan een jaar geleden. Hoe kan dit? Na twee keer prikken zouden we, zo is ons keer op keer beloofd, toch weer vrij zijn. Dat was toch de afspraak. En dan de jongeren. Een recent Japans onderzoek wijst uit dat twintigers een 7 keer, ik herhaal 7 keer, zo'n groot risico op overlijden hebben na vaccinatie dan door COVID. Toch blijven we jongeren en zelfs kinderen die niet of nauwelijks risico lopen vanwege het virus vaccineren met vaccins waarvan de lange termijn bijwerkingen geheel onbekend zijn. Bijwerkingen waar vrijwel geen aandacht voor is. De reclamecodecommissie heeft deze maand zelfs geoordeeld dat de Dansen met Janssen-campagne deze zomer eenzijdig, onzorgvuldig en daarom ontoelaatbare reclame was. Het Janssen-vaccin wordt in landen als Noorwegen ontraden. En het had en heeft bekende bijwerkingen als Guillain-Barré, veneuze tromboembolie en trombose. Daarom was afgesproken dat jongeren een informed consentformulier moesten invullen bij vaccinatie met dit vaccin. Vraag aan de minister. Is dat gebeurd? Hebben jongeren, die zijn benaderd in het kader van de Dansen met Janssen-campagne, zo'n informed consentformulier getekend? En klopt het dat de booster voor het Janssen-vaccin een mRNA-vaccin wordt? Is er naar deze vaccin-booster-combinatie medisch onderzoek verricht? En mocht er, ook een vraag aan de minister, laten onverwacht toch sprake zijn van gezondheidsschade bij jongeren door Janssen-vaccins, wie is daar dan aansprakelijk voor? In ieder geval niet de fabrikant, weten we. Is het de EMA die de vaccins voorwaardelijk heeft toegelaten onder de mond van de noodsituatie? Of het kabinet dat het beleid heeft uitgevoerd? Of deze Tweede Kamer die het heeft goedgekeurd? Of de arts die het vaccin heeft toegediend? Dank u wel. Interruptie van de heer Paternotte, D66. Ja, voorzitter, de fractieleider van Forum voor Democratie hier in de Tweede Kamer, de heer Baudet, heeft gezegd dat vaccinatie een opmaat is om met een microchip uiteindelijk iedereen te kunnen besturen als overheid. De heer Paternotte heeft nog geen interrupties gehad. Ja. Ja, het bestaat, het kan. Ja, gaat u en verder. Echt onder de indruk van hoeveel indruk ik op mensen maak terwijl ik op een stoel zit. Maar goed, voorzitter. Fractievoorzitter van de heer Van Houwelingen, de heer Baudet, heeft gezegd dat vaccinatie een opmaat is om met een microchip vanuit de overheid mensen te besturen. De fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer zei gisteren, ik ben gevaccineerd, ik vind het verstandig. Ik vind dat je daarvoor advies moet vragen aan een medicus en niet aan een politiek leider. Nou, dat vind ik hele verstandige woorden. Is de heer Van Houwelingen het met mij eens dat je voor vaccinatie advies moet vragen aan een arts? De heer Van Houwelingen. Nou, om met uw eerste opmerking te beginnen. Wat wij zien is dat het corona, zeg maar de coronamaatregelen steeds verder worden uitgerold. Hè. Dus we hadden niet voor mogelijk gehouden, misschien bent u dat bij mij eens een jaar geleden, dat we dan, nu hebben we dus een coronapaspoort. Er wordt vandaag gesproken door mevrouw van der Leyen over een wellichte vaccinatieplicht in de Europese Unie. Er komt weer een lockdown aan, dus het gaat maar door. Ongevaccineerden worden de samenleving uitgedrukt, dus... Dat is het punt. Hè. Wij zien het blijkbaar, ik weet ook niet waarom, maar we zien het blijkbaar eerder dan anderen. En er wordt altijd gezegd, ja, complottheorie. Wij maken dan de grap, ja, de tijd tussen een complottheorie en een complotfeit is, het wordt steeds korter. Het was iets van 6 maanden, het wordt korter en korter. Dus ja, u kan er altijd badinerend over doen van, ja, wat zeggen chips en dit en dat. In Zweden hebben ze nu dat voorgesteld. Hè. Er is een voorstel voor om inderdaad je corona, dat is een voorstel, zoekt u maar na, om het om zo'n coronapas in je lichaam te laten plaatsen. Dus dit soort dingen, daar wordt over gesproken en geleidelijk aan gebeurt het ook steeds meer. Dus, de heer Paternotte, tot slot. Ja, voorzitter, ik heb het niet over Zweden of over allemaal andere dingen. Ik vroeg heel simpel. De fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer zegt... ja, ik vind vaccineren verstandig. Ik heb het gedaan. Luister naar een medicus en niet naar Thierry Baudet. Ik vroeg of de heer Van Houwelingen het daarmee eens is. En er begint een heel verhaal. Allemaal geratel.
Geef gewoon een antwoord. Bent u het eens met de heer Frentrop dat het verstandig is om naar een arts te luisteren, zoals ik dat ook verstandig vind? De heer Van Houwelingen. Iedereen moet zelf bepalen of hij zich wel of niet laat vaccineren. Dat staat iedereen vrij. Ik doe er dus zelf ook geen uitspraken over. En je moet je daardoor laten informeren door degene die je vertrouwt. Het probleem is, kijk, het is wel goed dat u me deze vraag stelt, want dan kan ik dat heel even kort uitleggen. Want het is iets heel belangrijks. Ik hoop dat u dat beseft. Het vertrouwen in experts en de medische wetenschap staat onder druk omdat we geen openbaar publiek debat meer hebben. En wat Engelen zei het gisteren ook nog in de balie. Dat is ontzettend. Nee, luister even naar mij. Dat is een ontzettend groot probleem. Ik krijg alle artsen op bezoek die durven zich niet uit te spreken. De richtlijn, ik heb het al vaker gezegd, die mag je niet bekritiseren, want dan stuurt de minister de inspectie op je af. Hier in de Kamer krijg ik data niet opgevraagd. Het gaat maar door en daardoor hebben we geen openbaar debat meer. En daardoor is dus, wetenschap is kritiek. Je moet je verhouden tot kritiek en dat hebben we uitgeschakeld hier in dit land. Het is echt heel erg. Dat wordt van links tot rechts, vinden we dat. Ewald Engelen zal het bijvoorbeeld ook zeggen. En daardoor is het dus heel moeilijk om nog op experts af te gaan. Dus u zegt, moet je experts vertrouwen? Ja, in het algemeen wel, maar het is dus door eigenlijk ook mensen zoals u is het heel moeilijk gemaakt. Ja, het spijt me. Dank u wel. Nee. U vervolgt. Nee, het is geen punt voor orde. Het is een debat. Volgens mij is dit geen punt van orde. Dit is volgens mij een debat. En twee is twee, hebben we net met elkaar vastgesteld. U vervolgt uw betoog. Nee, gaan we niet doen. U vervolgt uw betoog. Ja, dank u wel. We leven ondertussen in een land waar burgers banger zijn voor de staat. Dat zei ik net eigenlijk ook in de interruptie. En soms ook voor elkaar dan voor het coronavirus. Een virus waarvan 98% tot 99% van de mensen niet ernstig ziek wordt, werd vanmorgen weer gezegd in de briefing. Iedereen in Nederland, gevaccineerd of ongevaccineerd, dat maakt niet uit, moet zich het volgende gaan afvragen. Waar ligt voor mij, waar ligt voor u de grens? Wanneer kinderen zich in de kou buiten moeten afdrogen naar de zwemles. Wanneer je vriend niet meer mee mag gaan naar een restaurant. Wanneer je door de lockdown wederom in een verpleeghuis opgesloten oma of opa, die alleen nog maar af en toe verpleegster met een mondkapje ziet, de wil om door te leven verliest en langzaam versterft. Of wanneer je collega straks van de werkvloer wordt verwijderd omdat hij geen QR-code kan laten zien. Wanneer u uw groene vinkje verliest als u niet op tijd uw boostershot haalt, zoals het in Frankrijk al de wet is. Of is uw breekpunt wellicht bereikt als straks in ons land, net zoals in Oostenrijk, de vaccinatieplicht wordt ingevoerd en u moet kiezen tussen een booster van €3600, 4 weken celstraf of een booster. En ja hoor, een paar uur geleden gaf de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen, te kennen dat we het moeten hebben over vaccinatieplicht in de Europese Unie. Zover is het al. Ja. Interruptie van mevrouw Van den Berg, CDA. Ja, voorzitter, want ik heb er nog twee volgens mij. Dus ik ga graag even door waar meneer Paternotte is gebleven. Want meneer Verhouwelingen geeft aan, ja, we hebben hier geen publiek debat meer. Maar ik vraag me toch af, ja, we hebben enorm veel coronadebatten gehad. Dus wat meneer Van Houwelingen dan wel als een debat ziet. Want daar heeft hij iedere keer alles kunnen zeggen wat hij wil. De heer Van Houwelingen. Ja, dit vind ik ook een uitstekende vraag. Ik ben echt blij dat u me dit vraagt. Want inderdaad, ik begrijp dat u in uw positie denkt, ja, waar heb je het nou over? Ik kan toch zeggen wat je wil? En inderdaad, ik mag hier zeggen wat ik wil. Eén woord is weliswaar niet meer toegestaan. Maar verder kun je alles zeggen wat je wil. Dat is hier het geval. Maar voor heel veel mensen, wat ik net ook tegen de heer Paternotte zei, bijvoorbeeld artsen, ik krijg ze toch op bezoek, die durven niet kritiek te hebben. Ewald Engelen zei bijvoorbeeld ook gisteren in de balie op het beleid. En waarom niet? Omdat er, in antwoord op uw Kamervragen trouwens, bijvoorbeeld, je krijgt de inspectie achter je aan als je kritiek hebt, want dan ben je een gevaar, toch? Misschien kan de minister dat met me eens zijn voor de volksgezondheid, dan verspreid je desinformatie. Dus het publieke debat is, ik heb dat nog nooit eerder gezien, ook niet bij immigratie of andere gevoelige vraagstukken, dat hebben we. Dus ik heb het niet zozeer over de Kamer, maar gewoon de samenleving breed. En daar hebben wij heel veel last van, want wij kunnen bijvoorbeeld, we kunnen wel experts opvoeren, maar die durven dus niet die durven niet te zeggen wat ze willen zeggen, omdat ze bang zijn dat ze hun baan verliezen enzovoort. Dus dat is het geval, dat is de realiteit waar wij in zitten en u niet. Ja. En daarom kunt u dat waarschijnlijk niet begrijpen, maar het is wel de waarheid. Ja. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, want misschien heb ik meneer Engel verkeerd gepositioneerd, maar volgens mij is dat geen wetenschapper en geen arts, maar dat kan ik verkeerd concluderen. En ik zou wel willen weten van meneer Van Houwelingen of hij het er dan mee eens is dat als wij over feiten praten, mm-hmm. Dat er geen verschillende feiten kunnen zijn en dat ook feiten op een bepaalde wetenschappelijke manier eenduidig vastgesteld moeten worden, waar de wetenschap ook wereldwijd in ieder geval wel over eens is.
Heer Van Houwelingen. Ja, daar ben ik uiteraard helemaal mee eens. Maar weer terugkerend op mijn eerdere punt. Daar is debat voor nodig. Daar heb je kritiek voor nodig. Want feiten kun je altijd op verschillende manieren interpreteren. Je hebt niet één feit. Je moet dat in een context plaatsen. Dat doen wetenschappers ook. Zo werkt wetenschappelijk debat. En dat is voor een groot deel uitgeschakeld. Dat is het grote probleem waar we nu mee zitten. En dan heb je bijvoorbeeld data nodig. Als ik data opvraag, hè, bijvoorbeeld de ziekenhuisdata, dan stemt u daartegen. Of als ik bijvoorbeeld een hoorzitting hier wil organiseren. Ook een mooi voorbeeld. Heb ik dat twee keer geprobeerd met kritische violoog, arts, deskundige. Dus mensen waarvan u zegt, dat zijn ook experts. En dan wordt het afgewezen. Ik heb letterlijk te horen gekregen bijvoorbeeld van de heer Hiering, toen ik dat zei, toen ik een voorstel voor een hoorzitting deed. Nee, we willen niet spreken met niet-OMT-violoog. Ja, dan is het debat toch ook in deze Kamer gesmoord, mevrouw. Dank u wel. Dank u wel. Ja, er is trouwens geen verbod op begrippen. Ik heb vorige keer ook uitgelegd dat het gaat over de intentie achter het gebruik van begrip. Dus laten we niet doen alsof we een lijst hebben met verboden begrip. Dat lijkt me inderdaad. Het was vriendelijk bedoeld. Ja. Maar het was ook wordt weer aan de heer Van Houwelingen. Oké, ik rond af, laatste alinea. Nogmaals, dus het centrale punt dat we willen maken. Waar ligt voor u de grens? Dit is een vraag die ieder van ons zich de komende barre winter moet gaan stellen. Want deze tweedeling stopt pas als wij als Nederlanders zeggen genoeg is genoeg. Vrijheid is namelijk geen privilege dat je kan worden gegeven of ontnomen, maar een fundamenteel onwrikbaar recht van ieder individu. Dank u. Dank u wel, meneer Van Houwelingen.